beste mensen, laat u niks wijsmaken. Er is meer dan genoeg geld in kas. En dat zegt niet alleen de SP of het actiecomité, maar dat zeggen ook steeds meer prominente specialisten, mensen met ter zake doende kennis, die zien dat de rendementen van de pensioenfondsen vele malen hoger zijn dan het rendement waar ze mee mogen rekenen. Waardoor dat geld zo aan het oppotten is. Geld wat van werknemers is, geld wat van gepensioneerden is. Dus het pensioenakkoord moet inderdaad van tafel. Daar is de SP het zeer mee eens. We hebben dat in de Tweede Kamer ook meerdere keren naar voren gebracht. En ik zou nog een heel kort op een rij willen zetten waarom dat voor ons zo belangrijk is. Op de eerste plaats omdat de AOW-leeftijd blijft stijgen in plaats van dat die daalt naar 65. Voor jonge mensen, ik zie daar achterin, welkom. Jonge mensen zullen straks door moeten werken tot misschien wel 69 of 70 jaar. En het zijn juist mensen die jong zijn begonnen met werken, zwaar werk doen, die vaak de 65 al niet halen. Laat staan de 69 of de 70. En daarom is het belangrijk dat die AOW-leeftijd omlaag gaat en dat er weer goede vroegpensioenregelingen komen. Zodat ook mensen met zwaar werk ook voor die 65-jarige leeftijd op tijd kunnen stoppen met werken.